halen. Mega vrijheid voor de dieren en de mensen. Let's go! Let's go! Wat doe ik hier? Ik ben aan het demonstreren tegen dierenleed, tegen afbraak van de natuur. En ja, ik ben gewoon voor de vrijheid voor de dieren. Kun je hier ook zien op het spandoek, zeg maar. Veel van de dieren uit de bio-industrie die eten genetisch gemanipuleerde soja. En het wordt allemaal bespoten met gif. En het komt allemaal in het milieu terecht, maar het komt ook in de mensen terecht, in de derde wereldlanden. En die krijgen daardoor allemaal ja, aandoeningen, zeg maar, aan hun lichaam. En ja, wij krijgen dat dan weer op ons bord, zeg maar, degene die ervoor kiezen om vlees te eten. Dieren die worden heel erg slecht behandeld in de bio-industrie. Die staan in veel te kleine hokjes. Bij de varkens worden staartjes worden geknipt, of oortjes worden geknipt, tandjes worden geknipt. Ze worden onverdoofd gecastreerd. Ze worden allemaal op elkaar gepropt, worden ze vervoerd, zeg maar, om te worden geslacht. En ook vaak naar het buitenland. Dat is een hele lange rit. Dan krijgen de dieren geen water. Veel dieren die sterven ook onderweg. Jonge dieren die kunnen niet bij hun moeder blijven die net geboren zijn. Ruimere plek. Ja. Het blijft dierenleed bezorgen. Ik ben sowieso helemaal anti-stallen. Voor mij mogen de dieren gewoon vrij zijn. Maar het is één stap in de goede richting, zeg maar. Het is bijna geen keus meer, want als we zo doorgaan is er ook geen aarde meer op deze manier, want de dierenindustrie is gewoon heel vervuilend. Één energie. Ik ben dat dier. Dus als ik voor de dier zorg, zorg ik voor mezelf. Mega stallen, weg ermee! 2, 3, paas, zee! Mega stallen, weg ermee! 2, 3, paas, zee! Mega stallen, weg ermee! Waarom jij bent als de keukentje? Ja, denk ik ook. Om aandacht te vragen bij de mensen. Ook voor de kippen en de koeien en de varkens voor een beter leven. En in een pad trek je aandacht. Nee, wij zijn het zat. Ik denk dat het tijd wordt dat de politiek is naar ons luistert. Waarom vind je het zo belangrijk? Omdat het niet alleen voor de volksgezondheid is, maar wij zijn ook tegen het dierenleed. Ik denk dat als er genoeg druk komt vanuit de bevolking, dat uiteindelijk het kabinet wel een verbod op megastallen zal instellen. Ik eet al helemaal lang geen vlees meer. Wij komen helemaal uit Leeuwarden. Helemaal boven om hier mee te doen. En we gaan door en door. Totdat uiteindelijk mensen bewust worden. Want ze moeten bewust worden. Ze moeten hun ogen openen en zien. En niet alleen hoe dieren leven, maar hoe mensen ook. Het is gewoon afschuwelijk. Wij als klein kind al leren hoe we met dieren moeten omgaan, word jij een ander mens. Dus als wij inderdaad mensen, als het nodig is, eerst de ogen openen voor dieren. En we allemaal empathie gaan tonen, dan zullen we ook empathie krijgen voor mensen. En dat is gewoon belangrijk. Mensen moeten gewoon niet zo egocentrisch zijn. We moeten denken aan andere wezens. Dieren, mensen, dat maakt voor mij niet uit. Aha. Ik ben natuurlijk meer voor de dieren omdat die geen stem hebben, maar de mensen die hebben wel een stem. Alleen planten eten. In planten en fruit zit alles wat je nodig hebt. Het is onzin om een dier of een vis te eten. Vis heb je ook niet nodig. Omega-3 eten en proteïne. Maar van planten. Dat beter te verteren voor je lichaam. Dus wereldvoedselprobleem is ook opgelost. Er sterven nu kinderen van de honger en er sterven kinderen omdat ze te dik zijn. Je moet planten en groente en fruit eten. Vanuit je hart leven. Vertrouwen hebben. Vertrouwen vanuit je hart. Jezelf het goede voorbeeld geven. Een smile.
demonstreren, zoals nu. Mensen voorlichten erover, want een heleboel mensen die weten niet, hè, wat er gebeurt. Wat vind jij over de demonstratie? Ja, goed, goed, goed. Okay. Ja, heel positief. Blij dat er veel verschillende groepen aanwezig zijn. Mensen zijn gekomen. Ik heb ook veel aan Facebook gepromoot om heel veel mensen posters plakken. Maar ik vind dat er goed veel mensen zijn opgekomen, maar ik vind dat het beter kan. De personen die het organiseren moeten strakker praten. Ik vond het een beetje, dus als ik het doe, dan zal ik het veel strakkere woorden, mensen lekker shockeren. Veel ernstigere beelden laten tonen. Dat is mijn volgende stap. Ik wil gewoon echt t-shirts, bodypaint, gewoon shockeren. Mensen moeten geschokkeerd worden. Kinderen weten niet waar vlees vandaan komt. En dat we met z'n allen het verschil kunnen maken. En we zijn lekker met veel mensen. Dus een heleboel Nederlanders zijn tegen de megastallen, maar voor megavrijheid.